En in onze nieuwsuitzending van gisteren is ten onrechte vermeld dat Renate de Bies is overleden na een strijd tegen keelkanker. Onze oprechte excuses voor deze fout. Renate de Bies is na een kort ziekbed overleden. Ze heeft onschatbare bijdragen geleverd aan de bevordering van het Surinaams-Nederlands en zal worden herinnerd om haar diepgaande analytische werk en haar inzet voor taalstandaardisatie. We betreuren de verwarring die is ontstaan door onze berichtgeving. Wij van ATV condoleren de familie en vrienden van Renate de Bies en wensen hen veel sterkte toe.